Hey, welkom in mijn atelier. Ik krijg altijd vaak vragen over wat ik doe en wat voor gereedschap ik gebruik. Dus ik dacht, ik ga eens een filmpje maken over de top 5. Of de 5 onmisbare gereedschappen die ik gebruik. Het zijn er eigenlijk veel meer. Maar om je een idee te geven. Nou, als eerste mijn... jullie kennen misschien wel, mijn brander. Deze zit aangesloten op mijn gas en mijn zuurstof. En zoals je kan zien... Nou, het is een beetje lastig te zien. Maar hiermee soldeer ik dus. En eigenlijk hoort mijn soldeerpen daarbij. Hij ziet er een beetje vies uit. Dat komt omdat er allemaal vloeimiddel op zit. Hiermee kan ik dus mijn soldeertje oppakken en op mijn sieraad leggen, zodat hij smelt op de goede temperatuur. Dan heb ik mijn favorite, mijn zaagje. Eigenlijk een van mijn eerste gereedschappen. En ja, ik hoef hier denk ik niet zo heel veel over te zeggen, want ik zaag hiermee. En ik heb hier verschillende zaagjes voor en verschillende diktes. En zo kan ik dus per project bekijken wat voor zaagje ik nodig heb. Was het nou 2 of 3? Nou ja, goed. Mijn micromotor. Dit, ik zal het even laten zien. Ik heb hier een pendaal onder de... En wat ik hier kan doen is, ik kan verschillende opzetstukjes erop zetten. Dit is dan een schuurrolletje. Als hem scherp wil stellen, ja. Maar ik kan hier nog echt veel meer handige dingen opzetten. Bijvoorbeeld, nee, niet deze. Mijn buffje om te polijsten. En zo heb ik nog wel meer attributen waar ik mee kan polijsten. Maar ik heb bijvoorbeeld ook, ik had even een grote, dit soort freesjes. Waar ik vormpjes mee kan maken en stenen mee kan zetten. En bijvoorbeeld dit. En dan kan ik ja, dingen uitfrezen, bewerken, polijsten. Ik heb een diamantschijf waar ik dingen mee kan slijpen. Dit is eigenlijk echt super belangrijk. En dan deze. Dit onding ben ik altijd kwijt. Dit ding... schuifmaat. Ik vergeet ook altijd hoe die heet. Maar wat je hier dus mee kan doen is op verschillende manieren meten. Als je hem op 0 zet. Meten hoe, ja, hoe breed of dik iets is. En zo kun je verschillende dingen even dik maken. Ook heel belangrijk. En nou ja. Uiteraard heb ik nog veel meer dingen die echt heel belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld mijn bals. Daar kan ik metalen doorheen halen en ze vormen in bijvoorbeeld een octagoon, oftewel vierkant. Of ik maak er plaat van. En ja, mocht je nog vragen hebben, vraag het me ook gerust. Maar ik hoop dat ik zo iets leuks heb kunnen laten zien van mijn atelier en wat ik aan het doen ben hier. Nou, tot later!